Oh ja, wanneer ik ga gewoon voor deze. Nou ga ik even serieus spelen. Kom maar. Nou ga ik even serieus spelen. Ja. Oh, deze map is ook heel erg shit. Deze. Hey, wat is dat voor raar? Weet je, ik vind het echt gewoon een lekker spel. Als je bijvoorbeeld met Fortnite zo, moet je heel veel verschillende dingen in de gaten houden. Hier kun je gewoon lekker een beetje rennen en schieten, ja. Weet je. Ga niet verder dan het vizier voor je neus, zeg maar. Dat vind ik lekker van Exit Find. Wauw. Er zitten hier mensen bovenin. En die respawn is gewoon lekker snel. Wauw. Ja, je moet die maps even. Vrijdag komt er een hele grote update, hè, voor hier, Dennis. Geloof ook nieuwe maps. En weer nieuwe game modes of zoiets. En volgens mij weer een nieuwe fractie. Want ze hebben natuurlijk laatst dan Rainbow Six toegevoegd. Maar volgens mij komt Assassin's Creed eraan. Die zou ook komen, namelijk een van deze. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Hé, hey, spinnetje, ga weg. Ah, die spin staat vet ver achter me aan, jongen. Hij kroopt door die hele tunnel heen achter me aan. Ik hoor ze tik. Waar zijn ze dan? Ik heb wel een minimap, maar ik zie helemaal niemand. Ja, ze zitten altijd op één plek. Dat is duidelijk, ja. Niet hier. Die spinnetjes moeten ze echt eruit. Ik hoor weer die spin, hè. Wauw, ik kwam even een sweatie tegen, jongen, daar al heen. Bro. Hey, ik zag hem, hij ging liggen springen. Wauw, bro. Ja. Bunny hopper. Die moeten we toch niet hebben, hè? Kitsch kon alles. Ja, je zal maar bijna jarig zijn. 32 worden. Volgend jaar. Ja, ik ook. Ik volgende maand. Ja, serieus? Moet jij volgende maand 32, joh? Oh. Nee, 30. Lekker bezig, ouwe. Lekker bezig. Zo. Nee, volgend jaar word ik 32. Ja, ik ook zoiets. Wat? Plus 10 of niet? Plus 14. Good. Wow, stomme mijn. Nee. Oh, zo. Ik heb mijn leeftijd gewoon stilgezet op 30. Gaan we niet houden. Ik word niet ouder. Ja, mijn mentale leeftijd heb ik op 23 stopgezet. Ja, dat is een goeie. Ja, maar eventjes. Oh, in de rug. Ik zeg altijd 30 is de nieuwe 20. Ja, precies. 50 is de nieuwe 20. Oh, lekker. Ik pak ze wel, hoor. Let op, jongen. Ik ga bovenaan komen deze dag. Alhoewel Dennis is ook goed in deze game. Ah, nee, toch niet. Hey, wat een fucking kutspin! Sly, bitch! Oh man. Hier, oh, ik was vergeten dat ik ook nog specials heb natuurlijk, hè. Step on my blue set grenade, babe! Come on! Show me that loving! Review. Ik weet niet wat deze doet, maar ja. Lekker, hè, bro? Lekker, bro. Ik had dus laatst, ik kwam dus achter bij streamers software, heb ik dus die automatisch met AI filmpjes clipt, weet je wel. Althans, die kills, ja. Dat hij dus ook, als ik het opneem, clipt hij het ook. Terwijl hij eigenlijk alleen maar die stream hoort te clippen. Maar chill, dan kun je dus ook gewoon van video's meteen clippen. Hoef je niet al die, maar ja, dat is wel duur, hoor. Daarom zeg ik, hoor, met al die kleine beetjes software, jongen, kost bakken met geld, hoor. Ah! Spider on my base. Die software alleen kost alweer €30 in de maand. Wow. Ah man, ik schiet op de spinnetje en die gozer die pakt me gewoon, hè. Ik denk allemaal, tja, maar als je al die kleine softwaretjes bij elkaar optelt, zit ik hier rot. Maar waar zijn jullie dan? Ik kom jullie al helemaal nooit tegen. Ik loop heel vaak achter jou. Ah, ik draai me om en ik ga dood door een granaat, hè. Ik loop achter jou, ik draai me om en ik krijg gewoon vol die granaat in mijn gezicht. Ja, daar zie ik wel over, Grim. Are winning, agent. Take no prisoners, agent. Fuck.
Leuke chickens in een badpak. Even kijken. Hoi. Dat ook, ja. Oh, hele portie. Ik loop hier op de ik ook, man. Ik kom natuurlijk achter jou omhoog, Taro. Ik zie jou voor mijn neus neervallen. En ze kijken meteen allemaal mij aan, hè. Wacht even, ik ga die... Ja, die ga ik flanken, die gasten. Ik heb die MP7 is wel lekker, maar hij heeft niet heel veel damage of zo. Nee, klopt. Haha, hij flankt your ass, woman. Oh, lekker hoor, die was dingers. Eigenlijk, ik ging omheen lopen, ik rende terug, gooi de granaatje aan één kant. Ging die weer terug, ren ik eromheen, pap, pak hem zo in zijn rug. Bam, deze is edit. Oh, kakaboy, alsjeblieft, kakaboy. Wat een naam, man. Bro, is het kakaboy? Kakaboy? Ik weet niet eens hoe laat morgen moet werken, man. Oh, shit. Oh! It's been a long road without you, my friend. Vind je het wat, Grim? Of zeg je nou... Voor een gratis game is wel leuk, hoor. En het is voor Ubisoft met gratis spelletjes. Nou, want die, heb je dat gehoord van die nieuwe Star Wars die uit zou komen? Die singleplayer? Waar je heel lang op gewacht. Er kwam een hele vette Star Wars singleplayer game uit. Die, over die chick. Ik weet niet... Dat is een van de grootste reclamecampagnes voor Ubisoft tot nu toe. En het spel schijnt dus echt grafisch bagger te zijn. Er zijn spellen uit 2013 die er beter uitzien. Dus dat wordt nog een hele ding, hoor. Let maar op. Die komt vrijdag uit. En heel veel mensen hebben het spel nu al verdoemd. Ik weet niet waar Ubisoft mee bezig is, hoor, de afgelopen jaar. Dus waar, maar eerst die piratengame die eigenlijk helemaal niet op de standaard was. En nou die Star Wars game die waarschijnlijk gewoon zwaar ondermaats is. Die hoe heet het? Skull and Bones. Ja, dat, weet je, dat iedereen zat daar vet lang op te wachten, maar uiteindelijk was het echt een dikke tegenvallen. En daar ben ik dus nu ook bang voor die Star Wars game, want het zag er echt vet uit. Beetje open wereld, wel single player. Allemaal missies door de open wereld, zag er echt heel vet uit, weet je. Maar blijkbaar schijnt dat het grafisch is echt... ik weet niet waar die games allemaal mee bezig zijn tegenwoordig, die game studios, maar... Vooral die dure studios, die doen het niet goed, hoor. En The Finals is gewoon van een kleine studio, hè. En de eerste game die ze uitbrengen, dat spel ziet er gewoon zo vet uit. Het speelt gewoon leuk, leuk om te doen. En dat krijgt dan haast geen aandacht, weet je wel. En die grote Ubisoft games die zien er niet uit, zitten vol met glitches, bugs. En Finals vind ik ook nog steeds een vet spel, hoor. Echt. Heel verslavend. Het ziet er heel bruut uit. Ik vind spellen van Disney altijd wel Disney, mooi. Ja, natuurlijk Disney. Ja, maar Disney en Epic zitten nu samen, hè, natuurlijk. Dus je weet, die hele grote update van Disney en Epic moet nog komen, hè, die wereld. Ja. Daar hebben ze wel toen die trailer van laten zien, maar daar hoor je niks meer over. Als je er niks meer over hoort, is dat een heel goed teken. Die zijn nog bezig met een soort, dat moet een soort Ready Player One ervaring gaan worden, hè? Dus ik ben benieuwd. Maar daar zit wat was die investering van Disney ook weer? 40 miljard of zo? 20 miljard? Weet ik veel. Heel veel. Dat is wel een redelijk verschil, hoor. 40 of 20 miljard. Nee, maar dat vond ik toen al met dat eerste game toen wat uitkwam, Kingdom Hearts. Ja, nee, dat is zeker. Disney kan... Dat was op PlayStation 2 of 3, maar toen was de graphics van Disney al echt super. Ja, dan moet je kijken hoe groot die business is, jongen. Dat is een groot bedrijf voor de Disney. Voor... Ik vind de games van Disney beter dan de films, hoor, momenteel. Ja. Dat is een ding dat zeker is. Hoe oud werd je nou, Liz? Hij pek je wel. Hij pek je wel, zeg ze. Ik word 31. Jij wordt 31? Oh, Dennis wordt volgende week 30. 2 weken zijn, hè? En Grim wordt volgend jaar... 32, lul. Word je 32? Ben je ouder dan mij? Ik word 21 september. Word ik, ik ben 62. Wat zei je, Dennis? 21 september. 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 Wat is er nog meer met 21 september? Daar is nog iets mee. Mijn vrouw die wordt 15 september 27.
Ja, die van mij wordt 22 dit jaar. Gast. Hey, nou zeg, doe ze verliefd jij. Omdat je zo oud wordt, hoef je ook niet te gedragen als een oude vrouw. Krijg ik nou een theedoek? Theedoek. Ah ja, hij mag wel pesten, ze pest me al jaren over mijn leeftijd. Dus. Lekker hè, biertje. Nou, die hond is wel blij dat het niet meer zo warm is. Zal het wel vanmiddag, was het nog best broeierig hoor. Broeiakka. Morgen wordt het ook warm, man. En speel ik ook nog wat vrij, niet? Oh, hou op, man. Morgen loop ik af. Oh, Rena, deze. Nu word jij maar gek, Grim. Nu word jij maar gek. Ja. Maar dit is een beetje noob dan. Ja. Ja, maar nog heftiger, zeg maar. Dit is echt arena shooter. Maar hun zouden een aanval gaan doen voor de e-sports hier ook mee. Maar dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Denk ik hoor. Let's go baby, let's go. Tum tikka dubba dubba tum. Au, 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 au. Wauw. Best dan Lethal Force was authorized. Zo, die geel die kwam uit mijn kleine teen hoor, hé. Zo, merk het. Ja, het is een beetje, ik denk, het is meer een beetje psychische vermoeien. Lichamelijk. Oh bro, waarom, wie liep er nou weer in de handen van die gasten dan? Hey, ik kan onzichtbaar worden, dat vergeet ik ook elke keer, jongen. Bro, waarom... Ja, je hebt die abilities. Oh, hij komt flankt me gewoon, jongen. Ik kom er aanlopen. Zo, gezondheid. Goedemorgens. Zo. Ik rook hem erbij. Ik rook hem bijna door die headset heen. Bijna. Ja. Ja? Oh, bro. Ah! Lekker, man. Grim! Ik ga achter Grim aanlopen. Die loopt veilig. Grim is een tactische speler. Ik heb eentje. I got one, bro. I got one. Hier is hij. Oh! Kom maar, ga je heen. Twee, let's go man. Ga voor de killstreakie, killstreakie, kom. Twee, waar is nummer drie, kom maar. Achter je. En voor me, nummer drie, ah lekker, oh. Hey, pak twee granaatjes. Holy shit. Vier en vijf, ja kom. Lekker, killstreakie van vijf. Oh, die pakt ze voor mijn neus weg, lekker man. Oeh, ik heb een killstreakie van vijf. Ik leef nog. Hoe lang? We gaan niet lang meer duren, denk ik. Oh bro. En ze gooien met granaten. Oh, ik loop om de hoek dood. Killstickje van 5, lekker. Ja, er zitten daar twee in de hoek te campen, man. Ja, campen? Oh, yo. Geen ze maar een beetje campen hier bij mij. Ze rennen elke keer recht. Zo. Hoppa, twee. Oh, my brother. Oh, nou vergeet ik eventjes hoe slecht ik weer in Fortnite ben. Zo. Ze komen gewoon in onze spawn nu. Dit zijn echt mijn spelletjes, hè, weet je. Dit is echt, alhoewel, weet je, als ik gewoon offline zou spelen met Fortnite, zou ik ook heel anders spelen, hoor. Ik kijk amper naar het scherm, man, als ik aan het streamen ben. Dat is echt, ik vind het knap dat ik af en toe nog een kill maak, man. Ja, maar kijk, let op, jongen. Ik pak ze achter elkaar, frap. Hier al, hoppakee, weer. Strijderule. Hoppakee, killstreakje van 3. Bijna 4. Come on, bro. Maar ik heb ook wel aardig wat tijd in het spel zitten, hoor, moet ik zeggen, man. Oh, lekker, man. Hoeveel kills heb ik al? Henk de Tank, 12 kills. Lekker, man. Henk de Tank, bro. Oh, Henkie. Ai. Let's go play ball, bro. Oh, shit. Ik heb zo'n sticky grenade. Ik ben even invisible. I am the invisible man. Oh shit. Oh, ze komen steeds door het midden, jongen. Ze zitten steeds in die plek in het midden daar al. 100%. Waar daar? Zo. Ik hoorde denk ik iemand schreeuwen, hé. Wat de hel was dat? Dat hoorde ik net ook. Was dat niet in de game? Ik hoorde. Ah! Weet je wat wel? Bro. Like, what the heck? Zo.
Ja, dus morgenavond gaan we deze even spelen, jongens. Op stream. Of... Ja, maar ja, weet het, Grim, jij kan toch gewoon tegelijkertijd streamen? Dan maak je juist alleen maar een beetje reclame, toch? Want dan... Ja, dan. Maar ja, goed, precies. Gewoon streamen, gewoon een beetje gelijk streamen. Daar heb ik geen problemen mee, man. Dan kan ik gewoon zeggen, als mensen zeggen... Zeg gewoon af en toe tussendoor even een beetje dat jij aan het spelen bent. En dan kijken of ik mensen jouw kant op kan krijgen. Maar mij echt helemaal niet uit, hoor. Want, Misschien andersom ook kan, hoor. Daarom. Oh, oh. Dat voor mij is wel echt amateur. Wat is het? Ik heb mijn telefoon op een statiefje. Ja, maar luister, gozer. Als jij een beetje terugkijkt, volgens mij op mijn oude YouTube-filmpjes, ik was ook zo bezig, hoor. Ik ben gewoon echt langzaam, beetje voor beetje, wat dingetjes gaan doen. En nu heb ik alle apparatuur ook. Ik ben op een gegeven moment begonnen met steeds kleine dingetjes huren bij Grover. Even een laptopje, weet je wel, voor €30 in de maand en dit en dat. En zo ging gewoon, en die is na zo'n tijd afbetaald. En dan kwam een cameraatje erbij, en dan een ditje erbij. En dan wat ik zei, Elgato die heeft nu ook die instap, NIO heet die lijn. Dan ben je geloof ik voor €250 heb je alles. Microfoontje, cameraatje, die kaart. Ja. Het enige wat je dan zou moeten doen is een beetje een redelijk laptopje even op Marktplaats op de kop tikken. En dan kan ik je wel uitleggen hoe je dat aan elkaar koppelt. Ja, moet je dat gewoon even als, je moet het natuurlijk, ja, weet je, ik weet hoe het is om niet te veel te hebben. Met die kids heb je natuurlijk ook weinig te spenderen, I know, man. Maar zet je kleine beetjes apart. Gooi die TikTok gifts card. Zet je daar bij die TikToks erbij laptopje of zo. Gifts, heb ik. Maar die Elgato, El dat is toch zo. Elgato, ja, dat kastje is ook van Elgato. Maar je moet sowieso denk ik even beginnen om je daar even een beetje in te verdiepen. Je hebt eigenlijk voor de stream heb je drie dingen nodig. Dat is die capture card. Dat is gewoon die, eigenlijk die verbind je PC of laptop met je PlayStation of Xbox voor te streamen. Want OBS software om te streamen is gratis. Maar die Elgato capture card heb je nodig. Nou heb je die geloof ik ook tegenwoordig via, hoe heet het, klinkt misschien wel raar, maar via AliExpress was er eentje dus. Voor geloof ik €20, dan kon je gewoon 4K mee streamen. Dat is gewoon zo'n inplugdingetje. Nee. En die schijnt blijkbaar heel goed te zijn. Maar ik was aan het zoeken laatst, ik kon hem niet vinden. Want voor andere mensen ook hoor. Er zijn meer mensen natuurlijk die ik ken die dat willen doen. Maar die van Elgato is ook, wacht even hoor. Elgato, ik ga even zoeken. NIO heet die lijn volgens mij. Elgato NIO. Maar goed, die capture card heb je dus nodig. Een cameraatje. Ik weet niet of je met camera van plan bent, maar ik zou het wel doen. Want dat maakt het wel gewoon net even verschil, weet je. Dat, ja. Als een camera op mijn face zet, dan ben ik camera. Geloof me, joh. Ik ken een paar hele leuke streamers. Die zitten gewoon helemaal vol. Dus dat maakt echt geen zak uit, hoor. Dat maakt echt geen zak uit. Ik koop wel eens zo'n grim. Maar ja, ik kan ook een masker doen. Waarom niet, man? Dan maak je een... Doe een dochter disrespect. Maar dan moet je alleen zo'n naamkaartje opzetten waarop staat Legal Age. Ja, dat is een dolle. Dan zet je dan, I don't talk to minors als je wegloopt, weet je. Oh, dat moet je doen. Ja, Mike ook nog, Mike niks te zeggen. Hey, ik moet dit keer gewoon beter dan Dennis. Oké, Elgato NIO, maar dat is dus voor instapstreamers. Die capture card, dan kan je dus in 2K tot 4K streamen, €129, oké, die is nog wel redelijk. Die facecam is €99. En die microfoon is €99. Maar dan heb je wel, want Elgato is echt goede kwaliteit, weet je wel. En dan hebben ze zo'n streamback, dan kan je dan een beetje met geluidjes kutten en zo. Maar op zich, ja, je denkt dat het nog wel duur dat bij elkaar is je set, dan zit je nog op €300-400. Is maar een fatsoenlijke laptop. Ik ga even voor je kijken. Ik kan nog wel even wat...
Je hoeft niet, echt te... Weet je wat het is? Hij moet gewoon een beetje power hebben, maar voor de rest hoeft hij niks te doen. Je gaat niet op gamen, ja? Hij gaat niet op gamen. Dus als je dan met een redelijke videokaart kan je gewoon kan je echt goed streamen. Als je er gewoon voor de rest niks op zet, behalve je streamsoftware, en dan mogen alleen maar gebruiken voor je streamen, dan hoef je niet zo heel duur te zijn, hoor. Ik denk dat je er wel... Ik ga even voor je kijken. Ik ga het niet doen, anders gaat het door elkaar heen lopen. Maar ik ga wel even voor je kijken. Team Deathmatch. Een laptopje en een capture card heb, zeg maar. Ja, want dat systeem met die screen share, dat werkt niet, hè? Ja, die met het. Ja, ik heb dat namelijk in het begin ook een keer geprobeerd. Nou, ik snapte er geen van. En volgens mij. Ik heb filmpjes gekeken en alles gedaan wat ze. Ja, dat klopt wel niet. Maar ik kan je wel vertellen, dat hele fucking streamervaring is 1,5 filmpjes kijken en balen dat het niet werkt, hoor. Jarenlang. Tot je in één keer denkt, oh, zo werkt het. En dan nog, weet je, ik heb het nog steeds dagelijks, hoor. Dat of een geluid het niet doet, of dat in één keer weer niet. En je doet niks te veranderen aan die instellingen, hè? Dat zijn de streamgoden. Dat zijn de streamgoden, noemen we het. Ja. Dan heb ik in één keer weer geen geluid, dan had ik weer geen beeld. Oh, god, jongen. Ja, nou, ik had dus alles netjes klaarstaan. Ik dacht gewoon, oké, daar gaan we. En ik zet die live aan. Geen beeld. Zwart scherm. Ik denk, ja, what the fuck? Ik denk, wat is hier nou weer aan de hand? Bella, toe! Oh bro, ai, mi caro Gudu! Ai, mi Gudu! Ai, mi Gudu! Ga je trappetje op. Ja, maar dan moet ik wel even daar zitten. Oh, Dennis, is de pre-workout. Dennis, is de pre-workout uitgewerkt? Ja, een beetje wel, hè? Nee, doe ik lul weer te veel, hè? Nou, maar het komt wel goed. Dus je moet gewoon even een beetje. Je moet voor jezelf even kijken wat je budget is, wat je eraan wil en kan spenderen. En vanuit daar moet je je plannen en vertrekken gewoon. Eigenlijk het enige wat je nodig hebt, is gewoon inderdaad een laptop en die capture card. Dan kan je gewoon helemaal los. Ik denk als ik al. Precies, ik denk als ik al een fatsoenlijke laptop heb, dat ik al aardig erin kom. Ja, ik heb al een laptop. Dat is, wat voor laptop is het? Weet je de stats een beetje ervan of niet? Eigenlijk niet. Ik weet er heel weinig van, want ik heb hem gewoon voor een paar tientjes gekocht van een kameraad van de tijd. van de vrachtwagen gevallen. Nee, ik zal eens even kijken. Ik kan wel even voor je opzoeken wat een beetje de minimale specs zijn die je nodig hebt om die software gewoon te draaien, OBS. Ik weet wel dat die laptop Windows 10 draait. Ja, dat maakt niet uit. Sommige mensen zitten nog steeds op Windows 10, want ik vind Windows zelf ook verschrikkelijk. Dat maakt niet uit hoor, die Windows versie maakt niet uit. Het gaat alleen om hij moet grafisch wat hebben en je geheugen moet een beetje oké zijn. Dat zijn die twee dingen die belangrijk zijn op je laptop. Die geheugen, omdat je natuurlijk je streamt er vanaf wat natuurlijk geheugen kost. En hij krijgt natuurlijk informatie binnen die hij moet verwerken. Ja. Ja, ik kan in ieder geval geen games erop spelen, dat weet ik wel. Je hebt niet per se een game laptop nodig. Ik ga het even kijken. Nee, maar dat hoef ik ook. Ik heb een PS5 en ik heb ook hier een zak dingen in huis. Ah? Ik kan niet een game laptop nodig. Nee. Goddam, wil je een game laptop? Heb je gezien hoe duur die games zijn? 700-800 euro heb je een redelijke game laptop hoor, tegenwoordig al. Ja, 800 euro, dat bedoel ik. Ja, ik weet niet, maar de afgelopen paar jaar, toen die videokaart nog zo duur was, betaalde je 2500 euro voor dezelfde laptop. Ja, dus het gaat alweer omlaag, hè? Die chips. Er was die chips tekort, weet je wel? Chips tekort? Iemand neemt hier een hap chips, net toen ik het zei of niet? Oh. Nee. Toen die chips zo duur waren. Die microchips, hè? Niet niet de potato chips. Potato chips zijn ook heel duur daarom tegenwoordig. Die aardappels worden ook steeds duur. Nou. Oh, hou op.
Ja. Alles wat duurder. Ah, ik zat nog te kijken hoor, van de week. Dat je gewoon. Kan je gewoon naar Griekenland gaan, weet je wel. Dan wordt daar een woning voor je geregeld, ticket wordt geregeld. En dan ga je daar gewoon werken in, bij de klantenservice, telefonische klantenservice. Voor zeg maar die vakantieaccommodaties en dat soort dingen. Dan krijg je gewoon een huis, weet je. Kosten inwoning krijg je gewoon. En dan zit je gewoon in Kreta of zo, op Kreta of Athene. Ik denk, oh. Ik ga wel voor een paar jaar op de olieboortoren zitten, op het water. Ja, ja, dat is wel gezellig voor je vrouw ook trouwens. Maar ja, zo. Dan word je die papa die zelfs op zondag het vlees niet aansnijdt, zeg maar. Ja, het betaalt wel heel goed, maar je bent nooit thuis. Ja, je bent 2 maanden weg en dan ben je 3 weken thuis. 2 maanden weg, 3 weken thuis. Maar het betaalt wel lekker, ja. Maar dat is ook... Ja, maar ik hoop dat je de derde keer. Ja, precies, maar het is wel gevaarlijk geld, vriend. Ik ken meerdere mensen die dat doen, hoor. Dat is echt zwaar werk, hoor. Het zijn geen diensten van 8 uur, hoor. In principe ben je gewoon 24 uur per dag aan het werk met af en toe even slaappauze. Ja, daarom. En volgens mij wil je ook zeker niet op zo'n ding zitten als even een tropische storm overkomt. Oh, hell no. Ik wil nog lang in leven. Dat is geen code geel, kan ik je vertellen. Zoals Dennis doet, dat zie je mij ook niet doen, hè? No way. Als er windmolen staan. Koek, koek. Ja. Hè? Wat hij dood? Ja, denk het wel. Shit, ik heb zware hoogtevrees, jongen. Als ik op een trapje sta, dan durf ik al niet meer naar beneden, man. Ik wil best geloven dat het gaaf is, maar... Ja. Hey, weet je, dat is dus echt waar. Als ik daar bovenop sta met een beetje wind, ik zweer het, jongen, ik pak iets beet en ik laat het nooit meer los. Nooit meer. Ja, dat ding beweegt wel. Ik heb een keer het verhaal gehoord van die gast die er bovenin zat toen hij beneden in de fik vloog. Boy, ja, klopt. Daarom zit er nou zo'n luik waar je kan opzeilen naar beneden als er wat daar gebeurt. Dan ga ik liever... dan blijf ik wel staan. En er zit een lift in, weet je, het duurt 8 minuten voordat je boven bent. Kijk, met die Fortnite-kussens vind ik het niet erg om van die toren af te springen, man. Oh, lekker, jongen. Ik pak ze wel, hoor, hé. Nee. Ik vind die MP7 is toch wel een lekker dingetje, hoor, moet ik zeggen. Wauw, bro. Wat is het? Zitten jullie in een potje? Zit jij nog niet in een potje, dan? Nee, hij heeft mij niet meegedaan. Weet je hoe lang wij al in een potje zitten? Zo. Zeg je nou pas? Dat meen je niet. Dat weet ik wel, ik zit in een lobby. Ja hoor. We zijn al bijna 20 minuten aan het spelen, vriend. Hij zegt bijna afgelopen gewoon. Oh ja, ik ga best lekker dan. Potje is nu bijna afgelopen. Wow. Ja, dat schiet me gewoon lekker door. Blijkbaar, ja. We zijn al 20 minuten in een potje, man. Hij zegt gewoon nu, zit hier al in een potje. Ik zit... Weet je hoe vaak ik kan ook zeggen? Lekkere kill. Ja, zo gaat lekker, man. Ja, Hij zit er gewoon niet eens in. Jezus. Wat de fuck, Wim. Zat je beeldscherm wel aan? Ja, zeker. Oh my god. Hoe lang duurt hij nog, nu dan? Ja, 69 om 88. En ik heb nog niks gehad, hè. Ik heb nog geen drank gehad. Of nog niet, zegt hij dan ook, hè. Nou, lijkt me ook niet nodig als ik dit al hoor, weet je. Bro. Echt waar, ik word zo vaak door die chick met het donkere haar neergeschoten, jongen, echt waar. Ik heb zo'n hekel aan die skin. Ik kan zelf ook wel invisible worden, maar... Dat is echt gewoon een die zijn helemaal erin, maar jij bent er dan. Hey, ik denk, was je dan met de stream aan het meekijken? Oh nee, ik ben natuurlijk niet live. Nee, doe ik maar niet, want ik heb weer van die energie. En ik wou net zeggen, misschien hierna doe ik nog eentje en dan ga ik sowieso taak hem af, want ik ben kapot, echt kapot. Ik weet nog steeds hoe laat ik moet beginnen morgen, want ik zou een berichtje krijgen hoe laat ik er moet zijn. Ik moet morgen bestellingen doen voor 2 weken voor pak een beetje 8000 man of zo. Maar dat is wel fijn als je weet hoe laat je moet beginnen. Ja. Wij werken die bestellingen, je weet namelijk al maanden vooruit wat die oudjes gaan eten, toch? Dus je moet dat kan gewoon vooruit bestellen. Maar die chef-kok is op vakantie, dus ik moet al die bestellingen overnemen. Maar ja, ik weet niet hoe laat ik moet beginnen, ik heb nog niets gehoord. Dus ik hoop niet dat ik straks een berichtje krijg om 7 uur, want dan
is nu te laat. Zeggen we, joh, hij krijgt lekker de tea. Oh, zal ik geef jou een duimpje. Oh, kan niet meer. Ik had voor een klep paar keer gegeven. Oké, okay, we gaan nu een nieuw potje opstarten, Grimmy. Maar ja, maar waarom pak je niet, hè? Naast net. Waarom pak je niet? Zit er al in? Ik zie nergens in. Ik zie Robby staan. Play found. Nou ja, goed. Ik wou het zeggen, maar. Zit hier al in? That's what she said. Ik weet niet, ik zit nog in de lobby. Hij zit nog in floppy dit. Hij zit nog in floppy. Shit. Er is hier een floppy. Dat is wel heel oud, hè? Wat bedoel je daarmee, Krim? Wat bedoel je daarmee? Ja. Hè? Ja, ik... Wat zou je ermee zeggen? Ik word een floppy bijna 30, hoor. Dus, Ja, wat wil je ermee zeggen? Ik word bijna 32, ik weet niet, hoor. Jongens, ik leefde al toen Elvis doodging. Even kijken. Ja, het is echt zo. Ja. Oké. Okay. Grim, je zit er wel in gewoon. Dat zou moeten lukken. Hé, hey, trouwens Dennis, jij hebt ook wel flink gespeeld deze game, want je zit op level 24. Heb jij stiekem lopen spelen? Nee, niet eens. Ik weet je hoe lang ik dit spel gespeeld heb? Ik zit pas op 42. Jij zit gewoon al op de helft. Over de helft. Hoe dan? Ja. Een raakschieter zeker. Ik denk, ik denk dat ik sowieso met een andere spel jullie ook voorbij ben. Nee. First Descendant. Ja, dat moet ook nog, maar weet je, dat is niet, die wil ik wel gewoon spelen, maar het is niet echt een streamgame, weet je, vind ik. Maar, want het is veel te ingewikkeld voor mensen die even langskomen, weet je. Dan zie je bezig met die gear en dat soort dingen. En dan gaan ze meteen weer weg, denken, nou, weet je, ik ga hier geen tijd en energie in stoppen. Ja, maar de mensen die überhaupt bij ons kijken, die vinden Fortnite al ingewikkeld. Die vinden vriendschapverzoek sturen al ingewikkeld. Ja, soms. Precies. Wij. Niet allemaal natuurlijk, maar er zitten er een paar tussen dat ik af en toe denk, jongen, hoe vind jij in godsnaam 's ochtends het lichtknopje? Ja. Nou, dat het is grappige is gewoon, als ze die eenmaal hebben, dan weten ze in één keer 10.000 broek. Ja, die ook, ja. En als je ze dan gaat blokken, waarom? Het ging per ongeluk 43 keer. Ja, mooi is het. Ja, het is dat ik via Erik speel ik Fortnite, want anders was ik er nooit bij begonnen. Ja, toch vind ik het wel een leuk game, hoor. Zeker dit seizoen vind ik het leuker dan de vorige. Oh, maar... Ja. Dat is vuurwerk, schat. Maar ik geloof dat als het gaat om het streamen, dan is customs wel het leukste om te doen, denk ik. Het is zo, weet je, dan hoef ik niet de hele tijd te wisselen van mensen ook, weet je. Je geeft gewoon één keer die code en je kan erin, klaar. Ja, je tikt op de grond. En voor mij is het gewoon chill als ik een beetje spectate, hoor. Ja, maar ik denk als je op jezelf om instelt. Ja, dat is wel een goeie voor jou. Dat is wel een goeie inderdaad, ja. Dan moet je eigenlijk gewoon uitzoomen en zodra die begint, moet je eigenlijk gewoon inzoomen. Dat scheelt inderdaad wel iets, ja. Maar ja, weet je... Kijk, ze kunnen wel iets van de map herkennen, maar... Ja, sommige mensen zeggen ook, je moet gewoon beelden dan blurren. Ja, maar ja, er zitten ook mensen kijken die niet meedoen op dat moment. Die gaan niet naar niet bewegend scherm kijken. Misschien trouwens... Precies. Hadden wij toch ook, Grim, dat we met die wedstrijd meededen? Dat we in het huis zaten, dat ze ons weer een keer... Ja, maar soms is het ook toeval, hoor. Ik had laatst ook met Christine, zei ook, ja, maar soms is het ook net toeval dat ik zit dan op iemand, maar dan is die cirkel al klein. En dan kijken ze misschien net even op het scherm en dan weten ze, het is links of rechts. Maar anders hadden ze 20 seconden later wel gevonden, weet je. Dus dat... Ja, dat sowieso. Weet je, je moet daar gewoon een beetje rekening mee houden. Maar op zich... Ja. Oh, bro. Deze gaat alweer... Maar het loopt wel. Het loopt wel inderdaad. Ja, mensen vinden het wel leuk. Ook al moeten we nog wel 30 keer zeggen hoe ze het moeten doen. Ik zeg het 30 keer. Jij tikt het 30 keer. En dan hebben we Dennis die het nog een keertje uitlegt. Dan hebben we Denisha die het nog 30 keer uitlegt. Ja. Die mensen nog stap voor stap helpen. Ja. Tja. Ah, weet je wat het is? Ik denk... Stap voor stap helpen hoe je code moet inlossen. Je moet ook daar wat makkelijker in worden. Je stikt het gewoon één keer in en het staat er bovenin als het niet lukt, sorry. Weet je, ik vind het heel lullig voor je. Echt heel lullig, maar kunnen je niet verder helpen dan wat we hebben gedaan. Ik heb wel het idee dat een keer opnieuw opstarten heel vaak helpt bij sommige gasten. Als ze er niet in komen. Ja.
Ja, ik heb ook sommige mensen gaan starten, dan zitten ze erin. Dan hebben ze eerst de hele tijd op een potje gewacht, dan zitten ze erin. Dan zeggen ze meteen na een half minuut starten, starten. Ja, hallo, we gingen net toch ook op jou wachten, of niet? En dan zeggen ze starten en dan gaan ze vervolgens het hele potje in een bosje zitten. Ja, dat vind ik met het meespelen het leukste. Als ze de hele tijd lopen zeuren om mee te spelen, komen ze eigenlijk in en gaan ze de andere kant van de map spelen. Ja. Ja. En dat zijn vaak diegenen die het langs lopen te zeuren. Dat is wel geniaal, dat was waar we bezig. En dan stuur ik jou een bericht. Ik denk ook wel dat je de andere systemen hebt of zo qua meespelen. Ja. Je hebt dan moet je een laptopscherm erbij houden of zo, of PC-scherm. Je hebt namelijk ook van die rap. Oh, zo'n remstel zijn dan. Oh, ik had hem wel, Baba Ganoushi, oh, dat is... Hij was heel snel, hé. Hij zat daar bovenop in de achter. Net iets te snel. Ik had ook gezien namelijk hoe makkelijk je kan cheaten met deze game namelijk. Hé, maar wacht even. Jullie zitten al in het potje. Nou ben ik er niet in. Meen je? Ja. Ik denk, ik ben nog aan het laden. Bij mij is nog aan het zoeken. Zie je, het ligt dus niet aan mij. De hel. Serieus? Nou, zullen we hier even uitgaan dan? Lief match, doen we even lief match. Ja. With party doe ik wel. Nee, nou staat de creating match. What the fuck? Kun je niet met z'n drieën erin of zo? Ja, jawel toch? Jawel toch, we hebben vorige potje ook gedaan. Het is wel heel toevallig. Tenminste, het eerste potje was wel zo. Nou, we gaan nog wel een keertje, doe het nog een keer. Maar... Potje, als we even... Nou ben ik benieuwd, want hij staat nu creating match. Dan moet je er wel even uit doen. Ja, maar nou staat hij vast op 22%, dus ik weet niet wat hij nou aan het doen is. Maar... Oh, hij stond bij mij vast op 6%. Oh, laat maar door. Match cancelled. Ja, match cancelled. Dan wil eerst even kijken of we weer in de lobby zitten. Zit iedereen in de lobby? Ja. Oké, deadmatch, hè? Gewoon... Ja, dan gewoon deadmatch. Ja. Oké, gaat hij nu... Komt er creating match bij jullie nu? 0%? Ja. 10%? 20%? Nu op talent. Ja, op nu talent. Zie ik ons alle drie erin zitten. Ja. Ja. Fuck, ja. Ik vind het gewoon een leuke game hoor, dit. Mooisje. En ik zei ook, weet je, ik zei ook tegen de winning, maar het grappige is, ik zou dit vanavond spelen, maar ik kreeg toch, twee van die kijkers stuurden mij een berichtje. Kom je nog X-Defiant spelen? Ik heb hem er ook op gegooid. Kijk, met dit spel vind ik het dan ook niet erg om te zeggen, je kan meespelen, weet je, want dat zijn er nog niet zoveel. Dan kun je nog wel een beetje roleren, weet je. Volgens mij, hoeveel mensen kunnen er in een squadje? Vijf of zo, toch geloof ik? Volgens mij vijf gewoon. Zat er een... Ja, volgens mij. Weet je, dat zijn er dan een paar en dan doe je toch meespelen. Dus hoef je geen nee te zeggen, maar... het gaat wel even proberen morgenavond. Alleen, Vanaf donderdag moet je het zonder mij doen. Voorgoed. Krijg lekker. Oké, mooi, hè? Dankjewel, man. Nee, wat dan? Tot zondag. Ja, ga je lekker een paar dagen weg, of wat? Nee, ik ga s'avonds werken achter de bar. Oh, jij gaat naar welk festival dan? Ja, ik ga naar Onder de Radar en Open Air. Oké, leuk, man. Leuk. Kan je invents meenemen of wat? Ja, ik zit erin, ik zie jullie voor me lopen. De dikke reet van Dennis en de masker van jou. Maar de Giat van Dennis. Oh, wij kiezen alle drie dezelfde plek. Ja, dat kan ik ook. Ah, ik vang hem wel op voor je hoor. Oh. Ik vang hem wel op voor. Zo dan. Ik ga wel voorop, bam, weg. Bro. Oké, nou ja. Komen gelijk drie mannen doekje om weer. Nee, ik sta gewoon achter de bar en dan of bier tappen, of voorschenken of wat dan ook. Water geven aan mensen die een beetje te grote ogen hebben. Ja, precies. Professionele schaatsers. Ja, nee, ik heb het leuk, man. Ik heb het vroeger ook wel eens gedaan. Ik ging vroeger altijd naar festivalletjes. Ik ben helemaal... Ik ben al een hele tijd niet meer naar festivalletjes geweest. Bro! Ik heb wel vrienden van koks die altijd zeggen, ja, ik sta op die voetstingers, kom je helpen? Ik denk, donderop man. Ik ga echt niet op een festival zo'n voetdingetje werken, dan ga ik kapot hoor. Trouwens, achter de bar is ook druk werk, maar... Maar betaalt wel lekker, of niet, Grim? Dat betaalt wel lekker.
Ja, op zich wel. Het is wel gewoon een bijbaantje. Het is gewoon leuk, toch? Het is van april tot en met, april tot en met september. Ah ja, dus je staat gewoon ingeschreven bij een speciaal, zeg maar, soort uitzendbureau voor dat. Nee, gewoon via een uitgaansgelegenheid, zeg maar. Die heeft het allemaal. Ja, dus die functioneert als een soort, soort uitzendbureau daarvoor. Ja, in principe wel. Zo kan ik wel zien. Ja, je kan ook wel bij hun zelf gaan werken. Maar dat ben ik. Nu ben je geen. Dat is echt. De organisatie heet Lucky. Dat is echt gewoon een uitgaansgelegenheid. Alleen, dat is echt zo groot. God damn! Ja. Die doen jaarlijks allemaal van die evenementen. Dus, zoals. King's Night en. Hoe heet dat ook? Festival. Ken je dat? Festival, heb je dat van gehoord? Dat is bij mij hier ook in de buurt. Nou, dat organiseren we. Oh man! Ook. Ik beam hem, die gozer, jongen. Ik beam hem. Ja, Koningsdag of Bevrijdingsfestival Zwolle. Hoe zag ik jou doodgaan, Dennis, en dan tegelijkertijd daarna jij iemand killen? Hoe kan dat dan? Dus je schoot elkaar dood, of niet? Ja, ik heb geen idee, man. Elke keer als ik iemand killde, word ik weer gekild. Ik zag jou doodgaan en daarna zag ik jou iemand killen. Echt gewoon, dus jij had hem wel, denk ik, maar... Hij registert het een beetje... Wat. Maar leuk, man. Is toch leuk, wat je... Ja, lachen. Zijn wel, is wel nachtwerk, ja, of niet? Ja. Ja, dat kan... Dat is het voornamelijk wel. Ja, zoals donderdag begin ik om 7 uur. 's avonds. Oh. Ja, 7 uur 's avonds tot en met 1 uur. Oh man, ik had hem bijna. Ik heb steeds 1 kill, ben ik dood. 1 kill dood. Maar ik heb ook wel dagen gehad dat ik gewoon 12 uur achter de bar sta. Lekker. Mag je zelf ook drinken, hoor. Oh, weer een pauperspeel. Nee. Op het eind doen we een drankje en zo. Ja, ochtends om 6 uur. Indrinken om 6 uur, ja. In principe voor de rest is het gewoon cola, Fanta, dus gewoon energiedrinken, denk ik. Drinken. Nee, Red Bull mag niet. Dan betaal je dan, neem je toch zelf mee of niet? Nee. Oh, ik had geen granaat meer. Ik denk gewoon heel stoer een granaat op zijn bek, weet je, maar... Je mag in principe alles drinken behalve dingen met alcohol en Red Bull. Ja, want dan gaat iedereen... Hij zit achter het muurtje. Hij dood. Daar dan, man. Oh, lekker. Dankjewel, Dennis. Dat was een kill door jou. Yes. Oh, what the hell. Ik ben dood. Oh, 18, 18. Nee, hij komt nu aan. Fuck. Oh. I've been disrupted. Hier, chung for kill. Ga liggen. Huh? Ik had hem niet, hoor. Ik heb een assist, krijg ik. Ja, ik had hem. Lekker, goed bezig. Killsteal, Grim. Killsteal. Ik had hem wel voor 3/4. Ja, hij is wel kill assist, 100%. Kill assist, 100%. Ja, lekker. Tuurlijk. Ah, shit, sorry. Ik denk dat ik dit spelletje toch weer even wat vaker ga doen de aankomende tijd. Ik word hier rustig, man, hoor ik. Merk ik. Dennis ziet hier zichzelf wat opvreten hier. Ik moet zeggen dat het best meevalt, maar... Ik ben al best wel gefocust met dit soort dat maakt niet uit, Lekker rustig. Deed ik dat maar, hè? Ik heb... hoe meer ik lul, hoe gefocuster ik ben, hè? Ik altijd. Als ik vet ver lul, dan pak ze achter elkaar. Als ik niks zeg, ga ik constant dood. Ja, ADHD, denk ik, hè? Ik weet het ook niet. Ik zou haast zeggen, heb je wel eens de klep dicht? Nee, weinig. Daarom kan ik ook streamen. Ik heb, weet je wat het is? Als je gaat streamen, je zegt niks, dat vind ik altijd... kijk wel eens naar streamers die dan gewoon een kwartier lang niks zeggen. Dan denk ik van ja... Als ik... Hey, Hoe zit het nou eigenlijk met die gasten die op TikTok, jongen? Dan zie je wel eens van die gasten, dan liggen ze nep te slapen en dan zijn ze... Dat is gewoon een voorafgenomen videootje. Ja. En dan gaan we gewoon aan spelen.
En is voorafgenomen video. En dan als jij iets stuurt, dan, doen ze, dan gaan ze bewegen. Weet je wel? Dus zeg maar. Maar dat filmpje is gewoon van tevoren afgenomen en geloopt. En dan zitten ze zelf te wachten tot ze iets krijgen. En dan gaan ze wel sturen of wat dan ook, weet je wel? Als het goed is. Maar je ziet ze, iets, je ziet ze nooit wakker worden. Nou, maar dat, weet je. En grappig is, die kunnen verdomme wel 30 uur achter elkaar streamen zonder dat ze krijgen van tevoren opgenomen. En ik zit gewoon met een fucking webcam in mijn bek en ik krijg gewoon te zien van vooraf opgenomen. Met een webcam op mijn gezicht gewoon. Ja. What the fuck, jongen. Dat TikTok, jongen, echt waar. Soms, Lars Chopper. Oh, die heeft wel een vette achtergrond trouwens met die explosie. Ja. Oh, what the fuck? Er loopt er eentje nog achter. Die, loopt, die is blijven hangen. Die hoort niet bij ons, hoor. We zijn nog iets van, what the fuck? We hebben... Hey, thuis, ik kan met z'n zessen. In een squadje. Oh, dat is wel kicken, trouwens. Wat gaat die heen doen? Hey, gozer, blijf van Bill af, vriend. Ik ben blij dat ze wapen niet in zijn handen heeft. Want er zat een flink te porren onderhand. Blijf van me staan, kan. Dan zit jij met Giat, nou? Oké, doe nog eentje. En dan ga ik lekker pitten, man. Hard. Ik ga maar gewoon koken. Nee, dan kan ik niet slapen, man. Even kijken. Ik slaap altijd met mijn hand onder mijn kussen, man. 10 uur morgen is goed, krijg ik net te horen. Oké, dus 10 uur. Mooi. Oh, lekker. 10 uur. Ja, dat is gewoon goed te doen. Ja. Ik begin morgen weer om 8:15. Dus lekker, op zich. Zo, hé. Iemand stuurt me dit door. The fuck? Wat wil die? Ik weet nog wat ze wil. Ik krijg deze doorgestuurd van de chick. Wat? Oké! Ja. Zou ze dat nou weer doen? Ik snap hem niet. Ja. Yeah. Nee, ik snap het ook niet. Zie je hem, Grim, of niet? Sugar Daddy, wat de fuck? Ik hoor zachtjes op de achtergrond. Sugar Daddy. Grim Daddy, hè? De Grim Daddy. De Grim Daddy Reaper. Hoe heet die gast gisteren ook weer? Big Daddy. Big Daddy something. Ja. Yeah. Oh, deze mat is lekker. Oh, deze ben ik zo slecht in. Ja? Zo. Heavy. Het heeft er zin in, hè? Soef. Echt waar, vrouwen willen maar één ding. Oké. Tjoen, jongen. Focus daarop. Dat is grim. Ja, team deathmatch. Not one of those ops where you avoid contact. Rustig aan, Hessel. 3, 2, 1. Nu is Grim heel stil aan het worden. Right in your wheelhouse, agent. Goed speel. Oh, bro. Ah, weer die chick met de donkere haren. Elke keer, jongen. No offense, man. Die, ik ben echt zo pissig op die suit. Triple kill. Lekker, goed bezig. Goed bezig, Denise. Oh, lekker. Ik blaas eentje op met de... Kijk. Zit er eentje. Ik had hem met de sticky mine, zeg je dat? ik ben echt zo'n grenade-gooi-sleetje. Oh ja, zo heet het, ja. Ja, echt, ik mag gewoon heel veel, weet je hoeveel ik bij Call of Duty vroeger altijd die afterkills had, of die afterlife? Altijd. Oh, ja, ik ben ze altijd zo eentje. Ik maakte geen kill met die gun, ik had ze altijd met mijn granaatje of... Links, ik liep links, hij liep rechts. Ik deed invisible, ik rende erop heen, schiet hem zo zijn poffer. Granaat. Oh, ik blaas mezelf op. Serieus? Nee, ik heb gekild iemand.
Deze ga ik natuurlijk wel ownen. Ik heb het voor je, Dennis. Ik heb het. Blijf net. Ik heb het. Nee, heb je nog. Ah, ik was zeker. Ik was aan het schieten op die spin, jongen. What the fuck? Ik had het wel graag, maar. Het zag nog wel veel raar uit. Ik zag jou net met die spin aan het praten. Ik probeer te schieten op de ding. Fuck. Game for free heet die gast. Oh, lekker. Bijna dood door mijn Granato Kilaro. Granato Kilaro. Ja, nou sowieso. Ik ben die ene game die jij vindt, ik zat te wachten. En Battlefield. Volgend jaar ben ik ook echt nieuwsgierig naar, hoor. Dat moet de beste Battlefield ooit worden. Ja, je Battlefield, bedoelt, nou, die ene die jij hebt, die gratis Battlefield eigenlijk, zeg maar. Ja, ja, Delta Force. En Battlefield zelf ben ik echt nieuwsgierig aan. Dat moet de beste worden ooit. Dat wordt de duurste en de special. Nou ja, ja, Battlefield speelt die ook wel, toch? Die grafisch, altijd, ja. Weet je, Battlefield is het enige spel waar je ooit speelt, waar je altijd denkt dat je half in een film zit. Heb ik dan, hoor, maar... Ja, klopt. Alles, ja, kan naar de kloten. Net alsof je in een film zit soms, achter zo'n tank aan rennen, weet je, zo'n tank die ontploft, dingen die om je heen neergaan, ja. En dit moet dus de beste worden ooit, dus ik ben wel benieuwd, echt. Dat wordt echt een vette game, hoor. Ja, die eerste die een shooter zoals Battlefield gaat uitbrengen waar je een VR-helm voor kan gebruiken, die gaat het ook goed doen. Ja, dat denk ik, ja, dat ook wordt, ja, ook steeds beter, hoor, die grafische... Want ik heb natuurlijk ook, dat zien jullie nooit, ik heb die PlayStation VR 2 en ik heb de nieuwste Quest 3. Die VR zit ook veel beweging, hoor, die VR-wereld momenteel. Het wordt ook grafisch steeds beter. Ik heb dat nog nooit gedaan, weet je, dus ik ben kicken, even wel benieuwd. Zo kicken. Dan moet je eens een keer deze kant op komen, jongen. Ja. Je hebt namelijk wel een Battle Royale die best wel vet is al, hoor, trouwens, op de Quest. Op de Quest 3. Dat is echt heel cool. Kun je ook gewoon echt met een parachute landen. En dat is echt een Battle Royale. Die is echt gruwelijk. Maar ja, er zijn nog te weinig mensen met een VR-bril om het echt mainstream te maken, weet je? Dat is een beetje het probleem. Ja. Nou, er zijn ook veel mensen die, zeg maar, er niet tegen kunnen. Ja, maar dat ook, is, hè? Tegenwoordig allemaal verholpen. Je hebt in-game heb je gewoon een setting die ervoor zorgt dat je die nauseus naar weg houdt. Dat is bijna helemaal weg al tegenwoordig. Zeker op die Quest 3, die hebben pancake lenzen. Dan heb je er al bijna geen last meer van. En je kan zeg maar je beeld iets kleiner maken, waardoor je daar dus blijkbaar geen last meer van hebt. Dus je hebt allemaal verschillende settings om dat tegen te gaan tegenwoordig. Ja, dat scheelt echt een heleboel. Maar ja, weet je, het probleem is, voor die mainstream game developers kunnen er niet op de opspringen. Want het is een heel simpel rekensommetje, ja? Een game ontwikkelen. Ben je zo lang mee bezig, heb je zoveel developers voor nodig, kom je op een kostprijs van zeg maar zoveel miljoen, weet je wel, om dat te maken. Ja. Maar er zijn maar zoveel miljoen headsets verkocht op dit moment. Dus je kan maximaal zoiets verkopen en dan is het dus al zeg maar bijna niet te doen om winst te maken voor die bedrijven. En dat is het probleem. Maar zeg maar, mensen wachten met headsets kopen tot er meer games zijn. En game studios wachten met games maken tot er meer mensen een headset kopen. Dus heb je een... stalling, weet je, precies in het midden. En dat moet doorbroken worden ergens. Ja, precies. Alle twee zit je op elkaar te wachten. Maar ja, dat gaat niet gebeuren zo. Dus die technologie moet goedkoper worden. Waardoor je makkelijker zo'n bril koopt. En AI moet de kosten van die developers gaan drukken. Zo, dat wordt nog wat, joh. Ja, ik zit. Ik ben helemaal op de hoogte, man. Van die wereld. Ja, mijn zoontje doet die opleiding game developer ook, toch? Dus die zit heel veel, die loopt ook stage bij die game studios en dat soort dingen, weet je? Dus daar hoor ik ook heel veel van, dat soort dingen, weet je? Ja. Dat is wel ziek, hoor. Ja, ik hoop dat hij nog een keer aan een dikke game kan werken en kan zeggen, die game heeft mijn zoon gemaakt, weet je? Ja. Dan zeg je, joh, hey, ik heb jou hier neergezet, ken ik een beetje, ja, het is het, 20% vang? Ja, ik stream je game wel voor, huh? Ja, precies. Ja, dat is wel vet, hoor. Maar ik vind het wel grappig. Ik werk ook al jaren met die game software, game create software. Ik kan gewoon ook games maken. Dat heb ik mezelf gewoon helemaal aangeleerd en zo. Maar dat is veel werk, hoor. Als jij gewoon een kwalitatief goede game wil neerzetten in je eentje, ben je minimaal 6 jaar bezig, man. Ik heb die dedication niet, hoor. Ik kan wel een beetje... Nou, maar weet je wat het is? Er zijn zat mensen momenteel die gewoon in eentje game hebben gemaakt. Zijn ze 6 jaar ermee bezig geweest. Maar als jij hem dus verkoopt op een gegeven moment via Steam, je vraagt er 20 euro voor en dan wordt 3, 5 miljoen keer verkocht. Ben je binnen. Klaar.
Ja. Ja, dat is het. Er zijn best wel veel indie studio's tegenwoordig. En die Unreal Engine, dat kan ik je ook wel eens een keer laten zien hoor, waar ik wel ook wel mee werk. Unreal Engine doet bijna alles zelf, hè. Het is eigenlijk gewoon, het is geen plug-and-play, dat moet je ook zeker niet zeggen. Want je hebt wel verstand nodig van heel veel dingen. Maar ze komen wel met heel veel templates om dingen al gewoon te doen, weet je wel. Ik vind het echt heel interessant, maar ik heb wel eens op ingelezen inderdaad. Ik doe met die character, dat is eigenlijk alleen al het resultaat van minimaal al 3 jaar met Unreal Engine bezig zijn om een beetje te begrijpen hoe dat in elkaar zit allemaal. Weet je, echt, je moet echt, ik denk dat je wel 5-6 jaar bezig bent of voordat je zo'n programma echt door en door kent. Alle opties en dingen die erop zitten. Jongens, ik ga me aftaaien. Ik ga lekker mijn nest zitten. Ja. Ik wens